Ja, Jerdy Schouten, de beste wensen voor 2019. En ja, het moet een mooi jaar, denk ik, voor jou gaan worden. Ja, dankjewel. Ook de beste wensen. En ja, daar gaan we voor. Ja, wat zijn je persoonlijke doelstellingen die op 1 januari hebt uitgesproken? Ja, allereerst een goede tweede seizoen zal spelen, lijkt me logisch. En dan komt het natuurlijk bij dat je gewoon erin wil blijven met Excelsior. Dat is een teamdoelstelling, maar ja, ook persoonlijk denk ik dat je daar alleen maar beter van wordt. Dus ja, dat een beetje. En het positieve is dat je gelijk nu op 2 januari kan aansluiten, want je was de laatste maand geblesseerd. Vandaag weer de eerste training, hoe ging het? Ja, goed. Wat dat betreft was het een niet heel ongelukkige timing, zeg maar, van een blessure. Omdat je nu natuurlijk rustig hebt kunnen optrainen. En het ging goed. Met andere woorden, het is nog wel eventjes, maar je verwacht geen problemen met de eerste volgende competitiewedstrijd die rond 19 januari start. Nee, zeker weten. Ik ga ervan uit dat ik daar gewoon bij ben. En op trainingskamp dan vol gas geven. Die laatste maand dat jij weg was, hoe heb je dat beleefd? Want de resultaten waren dramatisch. Ja, dat is natuurlijk gewoon simpelweg gezegd kut. Maar je zit op de tribune en je ziet dat het niet loopt. Je ziet dat we punten, dat ze moeilijk binnen worden gehaald. Ja, dan wil je het liefst zo snel mogelijk zelf op dat veld staan. En of dat invloed hebt, dat weet je niet eens. Maar het voelt heel machteloos dat je op de tribune zit. Ja, want je gaat eruit tegen Utrecht. Jullie staan met 3-0 voor. Jij gaat eruit. Binnen een mum van tijd is het 3-3. Heeft het een met het ander te maken? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk nooit dat het goed is voor een team als er noodgedwongen moet worden gewisseld. Maakt niet uit wie. Ik denk wel dat het meespeelt, maar of het persoonlijk is of dat het gewoon, wat ik zeg, dat het altijd lastig is als er gewisseld moet worden. En niet 1 keer, maar 2 keer zelfs noodgedwongen. Dus ja, dat is nooit goed voor een elftal. Maar het is uiteindelijk wel een mooi compliment dat een half jaar ben je hier. Dat eigenlijk nu al een beetje de conclusies er nu nog getrokken kan worden dat ik Excelsior bijna niet zonder Jerdy Schouten kan. Ja, dat is voor mijzelf heel mooi, zeker. En daar doe ik het voor. Daarvoor ben ik hier gekomen om proberen belangrijk te zijn. En als dat lukt, dan ben ik een tevreden mens. Ik hoor heel veel mensen heel positief over jou. Dat zou kunnen betekenen dat er misschien in de winterstop al wel een club voor je komt. Hoe sta je daarin? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Kijk, op dit moment denk ik gewoon, ik wil een heel seizoen bij Excelsior voetballen. Want ik heb die prima naar mijn zin. Ik denk dat het goed voor me is om in de Eredivisie te voetballen. Dus ik kan nu al zeggen, ja, ik blijf sowieso, maar ja, dat weet je ook nooit. Komt er een hele mooie club? Ja, zeg maar nee. Maar op dit moment sta ik er gewoon zo in dat ik bij Excelsior blijf nog 2e seizoen zelf. Heb je jezelf wel verbaasd? Want het is altijd maar afwachten, stap hogerop, vanaf Telstar nu naar de Eredivisie. Heb je jezelf wel verbaasd hoe makkelijk je staande houdt? Ja, ik heb wel wat zelfvertrouwen. Ik ging eigenlijk wel vanuit dat ik goed kon meedraaien in de Eredivisie. Maar dat het al zo vanaf het begin gelijk makkelijk ging, ja, dat verwacht ik niet. Want de eerste weken met trainen had ik het ook gewoon lastig. Dus toen dacht ik ook van, het is toch wel even anders. Maar het is best wel snel goed gekomen. Dus jullie op deze positie eindigen waar jullie nu staan, is alles goed. Maar goed, het zit heel dicht bij elkaar. 1 puntje staan jullie eigenlijk maar boven die streep. Wat moeten jullie doen om erin te blijven in jouw optiek? Ja, genoeg punten pakken. Ja, dat is makkelijk. Nee. Maar daar komt het wel op neer. We hebben wedstrijden gespeeld dat we echt goed voetbal spelen. En dat je uiteindelijk maar misschien met een puntje weggaat. En dan moeten we gewoon gaan zorgen dat het dan 3 punten zijn. En dan denk ik dat het helemaal goed gaat komen. Nu hebben jullie heel veel tegendoelpunten. Nou is er ook een discussie van, spelen jullie niet iets te aanvallend? Moet het misschien wel iets verdedigen? Dat daar meer accenten moeten worden gelegd? Hoe sta jij daar in de discussie? Nou, ik vind niet dat wij per se heel aanvallend voetballen. Kijk, als je de bal hebt, dan ziet het er al gauw aanvallend uit. En wij hebben misschien dit jaar vaker de bal dan vorig jaar bij Excelsior. Dat ze meer focus legden op de counter. Maar ja, dat is niet onze speelstijl. Dus dan vind ik het een beetje te makkelijk om te zeggen, je speelt heel aanvallend. Want we trainen ook op verdedigen. Het is niet dat we alleen maar trainen op opbouwen en dan zeggen, nou ga maar wedstrijd spelen. Dat er wat beter moet, ja, dat is logisch. Want zoveel tegendoelpunten, dat mag niet. Ja, daar moeten we aan werken. En als het zo makkelijk was om te zeggen, ja, nu gebeurt het niet meer, dan had het al lang gebeurd. Dus ik denk dat we daar vooral mee door moeten gaan. En gaan zorgen dat het beter gaat.